Yeah. Life will never be the same, and there will never be a change. There's something in the sky we all try to describe, but there'll never be a name. I ain't talking about a shower from above when I tell you I'm prepared for the rain. So metaphorically speaking, this will be around forever, cause there'll never be a drain. My flood for a flow will remain, even when I lose everything that I've gained. If God is the music and the devil is the fame, I'm a rebel in the making cause I'm leveling the plane. Trying to unlock from the pressure and the pain, but the devil getting clever with the... Yo, wat dread is your boys, Phoenix hier, met een nieuw start video op mijn kanaal. Zoals jullie zien ben ik nu level 77. En ik ga nu mijn set laten zien. Ik begin met de classes. Zoals jullie zien, zo heb ik een zieke manoir class. Fast Max Stock en Rapid Fire, of je kan dit doen. Dus ik heb eigenlijk deze klas heb ik het meest gebruikt in al mijn prestiges. Deze Fast Max dan met Quick Draw. Fast Max gebruik ik eigenlijk op Newton en Combine en Quick Draw gewoon op andere maps, omdat daar niet heel chaotisch is. En VMP heb ik ook het meest gebruikt, dus deze klas heb ik ook veel gebruikt. En deze heb ik ook ja, niet echt veel gebruikt, maar ik gebruik het soms wel. Deze gebruik ik voor Uplink. En de rest is gewoon Dark Matter. En dan deze tegen sweats een beetje. Maar het is wel leuk om te gebruiken, burstwapens. Maar ik heb niet heel goede connectie voor one burst met de RMAG, dus ik gebruik niet heel veel. Maar daar niet over. We gaan verder naar de specialist. Ik heb side het meeste gebruikt. Ik gebruik side eigenlijk. En deze gebruik ik niet heel veel. Ik weet niet waarom, maar ik vind side het beste. Score 6, UAV Count Rater. En ja, standaard. Zoals jullie zien sta ik top 1 en oh my god, trap. Ik sta in, zoals je naar emblem ziet, sta ik nummer 1 in Domination. En dat ga ik straks wel laten zien. Dit is ook de maas waarmee ik het gehaald heb. Oh ja, met Goey heb ik niet echt gehaald, maar ik heb het wel met Neon gehaald. Neon heb ik even meer voor geholpen met die, ja, voor top 1 te geraken. En Replays ook, heeft me ook heel veel geholpen. Zo shout naar Replays en Neon en Mecha. Michael DC en naar Ayumi en naar Ongewassen Aap, sowieso shout naar hun. En ja, ik ga ook tegen jullie zeggen hoe ik het heb gehaald. Dus mijn tactiek beetje, maar ik zeg het straks wel even. Ik ga even verder met mijn stats. Mijn KD is 3,52, mijn loose van 2,74, SPM van 665. En de arena is gewoon 1,45 KD, mijn loose van 671, SPM van 202. In arena speelde ik... eerst heel veel. Dat is eigenlijk alleen maar arena, elke dag dus arena. Maar, want ik speelde voor win-lose, maar op 38 win-lose verloor ik omdat ik met 2 man was en hun zaten 4 man enemy team. Met, dus 4 man party in het enemy team. Met 10 plus rank, dus dat was best wel vies. Dat was SND ook, dus SND is sowieso moeilijk om, ja, om zeg maar te winnen tegen 4 man wat te kunnen communiceren. Dus dat was wel vies. Sinds toen heb ik niet meer gespeeld, zoals je ziet. Ik heb 4 win-lose, 13 win-lose, die heb ik niet verloren. En Hardpoint heb ik 1 keer verloren. Dus ja, toen ik verloor speelde ik het ook niet heel serieus. En ik had ook een lose in Domination al. Dat ik, voordat ik eraan begon, had ik al een lose op Domination. Dus als ik 1 keer zou verliezen, wordt mijn win-lose gewoon gehalveerd. Dus dat is best wel vies, want normaal als je 2 keer verliest dan pas wordt je win-lose gehalveerd. Maar ik had al een lose bij Domination staan, dus ik werd dan naar 1 lose gehalveerd. Dus dat was best wel vies. Dit is niet heel speciaal hier. Ik ga over naar... ik kon naar mijn leaderboard gaan, maar ik ga eerst naar mijn medals. Ik heb 6 kill chains, 7 ultra, 16 mega's, iets speciaal. Ik heb 69 nucleairs. 69, dat is best wel ziek. Non-spawned. Ik heb één nuclear heb ik wel hardcore gehaald. En de rest is gewoon niet eens spawned, maar de rest is gewoon een core domination. Voornamelijk domination. Ik denk alleen maar domination. Ik weet niet zeker, maar ik denk ook, ja, ik denk alleen maar domination. 370 unstoppables. Brutals heb ik 115. En vandaag en gisteren heb ik gewoon, ik kan zeggen van 20 brutals en 1 nuclear gehaald. Dus, maar ik speelde voor die SPM zoals ik zei, dus ik speelde niet echt voor nucleairs. Dus ik rush gewoon, als ik op 27 zit, rush ik nog steeds gewoon kapot dacht voor de SPM. En ja, dat is het een beetje. Ik ga nu naar de leaderboards toe. Ik ben hier niet gerankt, dus ik begin hier gewoon. All time. En naar friends. Krijgen mijn vrienden een beetje shine. Dit zijn dus de speels wat niet online is op het moment. Ik sta gewoon hier. Ik sta best wel hoog.
als ik vergelijk met SPM en dagelijks hier iemand met 11 dagen. En hier zijn mensen met 7 dagen nog, 6 dagen. Hier zijn mensen nog met 5 dagen wouden. Domination. Ik sta, wacht, ik ga friends doen. All time sta ik 2880. En Delano staat 175, dat is wel is best wel ziek van hem. Link staat 1200. Tryhard staat 1200. Dance staat 2700. Neon staat 3000, dat is best wel nice. Weekly sta ik 154. Delano staat 170, best wel ziek. We hebben ook allebei 4 plus KD zie ik. Best wel nice. En maandelijks sta ik nu nummer 1. Dus ik sta eigenlijk gewoon, als je ziet sta ik gewoon van 635.744 mensen. Dus al deze, ja ik kan niet allemaal te zien, maar al die mensen, dus al die sweats hier sta ik boven. Wat best wel ziek is, want ik heb ook 25 games geplayed. Dus dat is best wel, dat is echt veel. Om dan nog gewoon hoog, nog 1000 plus SPM te hebben in 25 games is echt moeilijk. Want ik zie mensen zetten op social media dat ze weekly bijvoorbeeld nummer 1 staan, maar weekly is gewoon 5 games. Als je dan gewoon 5 goede games hebt, dan sta je gewoon easy top 10 zeg maar. Maar 25 games is echt gewoon, je moet gewoon beseffen, 25 games is gewoon, alle 25 games 1000 plus SPM. Dus echt ziek. En ik heb het ook gehaald, max 4 man, dus niet meer dan 4 man. En ik heb het ook gewoon een core gehaald. Ja, je core sowieso, want ik heb veel. Ik zit in een core leaderboard. En gewoon Domination. Dus sowieso shout-out naar de mensen die toen even in de lobby zaten. Met hun heb ik het meeste gedaan. En ja, die zit best wel zieke trials in. Die jongen is goed. Hij is goed. Hij is ook goed. Ja, het zijn allemaal goede spelers zoals je ziet. En ja, wat kan ik nog laten zien? Oh, ik ga jullie hard laten zien dat jullie weten waar sta ik wel gerankt. Ik sta niet eens gerankt, dan weet je al van dat ik het niet speel. Ja boys, als jullie genoeg, wat kan ik nog laten zien? Wojo, je joined hier. Of Thunderplays is gejoined. Als jullie genoeg hebben van de video, laat een like achter. En dan zeg ik later, man.